Ik sta hier bij Kasteel Hoge Vuursche en we organiseren hier rond de tafel over data management services. Waarom organiseren we dat? De reden is dat volgens het Gartner Magic Quadrant van Data Center Backup en Recovery Solutions dat er steeds meer behoefte is aan modernisering van je data backup infrastructuur. Waarom? Er zijn steeds meer ransomware aanvallen en er zijn steeds meer hybride cloud omgevingen en dat vraagt om een complete nieuwe data management toepassing. En daar gaan we het over hebben vandaag. We zien op dit moment een stukje versazing. Data management in de cloud. Waar het traditioneel altijd on-prem was, zien we dat klanten nu de stap maken naar de cloud toe. En eigenlijk helemaal ontzorgd willen worden. Data management per user, per dag, per maand, per kwartaal. Dat is een van de belangrijke trends. En wat we ook zien is next generation data management. Data management eigenlijk, waarbij je diverse use cases, zoals backup en archiving, eigenlijk op één platform doet en allemaal kan managen via één GUI. Coist heeft een platform gebouwd dat eigenlijk vanaf scratch is opgebouwd, waarbij we eigenlijk een hyperconverged platform hebben gemaakt, waarbij je heel makkelijk kan upscalen en downscalen. Maar wat nog veel belangrijker is dat we ransomware eigenlijk vanaf het begin als feature hebben ingebouwd. Klanten zijn bij ons tegen ransomware aanvallen beschermd. Daarnaast hebben we ook een app marketplace, waarbij je eigenlijk, zoals je smartphone, smartphone-like simplicity noemen wij dat, apps kunt gebruiken om je backups te gebruiken voor je eigen organisatie. En dat kan zijn backups scannen voor antivirus, maar ook bijvoorbeeld voor vulnerabilities. We leven natuurlijk heel snel naast elkaar heen soms. En dit zijn even de momenten om eigenlijk samen te kijken, wat zijn nou de eikmomenten? Waar willen we naartoe? Wat willen onze klanten? En daar kunnen wij dan als Cohesity onze market aanpassen. Ja, als je kijkt naar de trends, we hebben natuurlijk een jaar van digitalisering achter ons. Hè, met iedereen die thuis moest gaan werken. En nu krijg je eigenlijk het volgende hoofdstuk. Hè. Alle data is niet meer bij een bedrijf. Het staat steeds meer in de cloud, in datacentra. En dat moet beschermd worden. Ja, dus heel vaak denkt iedereen aan backup, maar het gaat veel verder. Ja, als je kijkt naar security, ransomware aanvallen. Je moet veel meer gaan kijken hoe je die data beschikbaar houdt en ook heel erg gaat beschermen. En wat is de reden dat je voor Cohesity hebt gekozen? We zijn initieel al bijna 5 jaar geleden op zoek gegaan naar een schaalbaar backup platform. Maar we zagen eigenlijk gedurende die reis die we maakten dat er ook steeds meer kwam kijken bij het platform aan zich. Een backup is één ding, maar we zijn met z'n allen zoveel data aan het genereren en zoveel archiefdata ook, dat je daar steeds meer vraagstukken rondom kreeg. En ook steeds meer oplossingen om bijvoorbeeld die backups te scannen op inhoud, om data te klassificeren, om daar iets mee te doen. Jullie zijn nu ook uitgeroepen door Cohesity als Global Cloud Partner of the Year. Wat voor award is dat en waarom hebben die gewonnen? Ja, ik denk dat we die gewonnen hebben om in de samenwerking met Cohesity. We zijn er sinds dag 1 bij. En we hebben eigenlijk als cloud provider eigenlijk alle facetten van het data management product wat zij inzetten aangeraakt. En eigenlijk ook een beetje mee ontwikkeld om feedback te geven en te kijken wat zij aan het product verder moesten verbeteren eigenlijk en verder ontwikkelen. Ja. Hoe ziet de toekomst van data management eruit volgens jou de komende tijd? De data gaat enorm groeien. Hè? Want, iedere dag komt er zoveel data bij, dus dat is eerst. En die veiligheid wordt heel belangrijk. Wat is die data? Wat gebeurt daarmee? Hoe bescherm je het? Dat zijn echt de belangrijke onderdelen daarin. Dankjewel, Arjan.